1, 2, 3, je proeft het zo. Het is ijs van Caracol. Ik sta hier in het Bakkerij en IJsmuseum in Hellendoorn. In 1953 begon Gerrit Valk hier met het handmatig maken van ijs op een stokje. Hij maakte er ongeveer 4000 per dag. Dat aantal steeg aanzienlijk toen hij in 1958 deze machine kocht. Met dit apparaat maak je 4000 ijsjes per uur. In 1964 veranderden ze de naam De Valkijs in Caracolijs. Die naamswijziging, samen met een uitgekiende reclamestrategie, maakte van een klein regionaal product een landelijk bekend merk. Omdat zijn kinderen het bedrijf niet over wilden nemen, verkocht Gerrit Caracol uiteindelijk aan een groot internationaal bedrijf.